Je hebt vandaag met veel interesse en aandacht geluisterd naar de State of the Union van commissievoorzitter Juncker. Hij heeft een stand van zaken opgemaakt, wat nooit slecht is. Maar ik denk dat het nu heel belangrijk is om te zeggen dat de mensen niet langer lange speeches verwachten, maar ook daden willen zien. Een paar voorbeeldjes hiervan. De commissievoorzitter heeft gezegd dat Turkije geen lid mag worden van de Europese Unie. Een goede zaak, denk ik, maar betekent dat dan ook dat we nu heel concreet de toetredingssteun aan Turkije zullen opschorten? Een ander voorbeeld, hij heeft gesproken over het feit dat we de illegale migratie moeten aanpakken. Zeer goed, zeker nodig. Betekent dat dan ook dat we nu eindelijk werk zullen maken van het sluiten van de terugnameakkoorden? Een laatste voorbeeldje, er is gesproken over het feit dat we meer risico's moeten gaan delen. Wij zeggen maar dat er daarvoor eerst orde op zaken moet gesteld worden. Is zeker broodnodig, zeggen wij ook al heel lang. Maar betekent het dan ook concreet dat de commissie die strenger zal optreden tegen de lidstaten die hun verantwoordelijkheid niet opnemen in het kader van het Groei- en Stabiliteitspact. Dus ik hoop dat de woorden die we vandaag gehoord hebben, dat die nu gevolgd zullen worden door daden.